Moet de vrouw 3 dagen menstruatieverlof kunnen krijgen? Ja, ik snap dat sommige vrouwen ontzettend veel pijnen kunnen hebben daaraan. Dat het voor sommige vrouwen heel fijn zou zijn. Maar ik denk dat als we dat allemaal hier moeten doen, dat de economie toch ook wel een beetje op zijn kont komt te liggen. Ik ben al 84 en ik herinner me eigenlijk niet meer zo goed hoe dat ging. Maar ja, als de vrouwen het zelf willen, dan moet het kunnen, denk ik. Nou, ik vind het eigenlijk wel hartstikke leuk. Ik vind het eigenlijk wel een beetje een gekke regel. Ja, iedereen is wel eens niet lekker of ziek of zo. En menstruatie is gewoon, ja, dat moet je gewoon mee dealen, vind ik. Dus ja, voor mij hoeft dat niet hoor. Het lijkt mij een uitstekend idee. Als ze echt veel pijn hebben, dan vind ik het wel zo. Maar er zijn genoeg vrouwen die gewoon doorwerken. Nou, omdat het zwaar onderschat wordt naar mijn idee. En het lijkt me ook beter voor de omgeving. Onzin. Onzin. En waarom? Omdat het een normale zaak is van de wereld. Dus we zo leer ermee leven. Het hoort bij het leven. Dus daar hoef je niet voor vrij te nemen. Nee. En als je eigen even niet prettig voelt, dan neem je maar even een paracetamolletje en dan gaat het wel weer goed. Inderdaad. Kijk maar naar deze 3 vrouwen. Ja. Helemaal gevormd door het leven. Ja, toch?